weg naar Andorra. En we rijden zo de wolken in. Heel bizar. Je ziet ze gewoon hangen en naarmate we stijgen, rijden we erin. Geen mist, maar echt wolken. Zon en 15 graden. Nou, ik weet niet wat ze dat vandaag gehaald hebben. Maar we zijn ze ongeveer ingesneeuwd. En het was nog maar 10 graden in de camper vanmorgen. Waanzinnig koud. We staan in Andorra. Was ook niet het plan. We zouden naar Spanje gaan. Maar dat haalden we niet. Het werd te snel donker en te gevaarlijk. Maar nu, wat gaan we nu doen? En zal de camper starten? Dat is de grote vraag. Het is nu een heel stuk beter qua temperatuur. Maar vanmorgen was het 10 graden toen we opstonden in de camper. En zelfs Yoda had het koud in haar huisje. Kijk, ze heeft onder de tafel haar eigen warme huisje, hè Yoda? Ja, hè. En ik heb er een trui aangetrokken vannacht, want het was zo koud. Ja. We zijn helemaal bevroren, de ruiten helemaal bevroren. We hebben hem nipt kunnen starten met de jumpstarter, want hij bleef maar op twee poten lopen, want de dieselleidingen zijn bevroren. Uiteraard zijn de ruiten bevroren, maar dat is het minst erger. Maar hij loopt en we gaan terug naar Frankrijk. We gaan niet door Andorra. Hij zit op de binnenkant van de ramen. Wat krabben aan de twee kanten. Ruitenkrabber, wat is dat? Dat hebben we helemaal niet. We wonen in Zuid-Frankrijk. Dus nu met een pasje van de bouwmarkt ijzer of krabben. Heel is haar. Die zit helemaal onder de sneeuw. Deze afdaling gaan we doen. We gaan niet verder omhoog. Ik ben er lang bij de camper gestart. Nee, het is nog steeds mogelijk. Er rijdt nog steeds verkeer. Thank you.
Dit is de Juva Katra van Renault, zoals we die gevonden hebben op ons erf. Maar dan in de rijdende vorm. Zomaar ergens op het terreintje.